De bimmeisken die het lekker vrij binnenjoert en de bimmeisken die het aan het werk maaien. En dat doe ik mooi alle leefde vanuit Akkermnes, Simmerie Friesland. Wat ben we mooi voort net. Heerlijk, hè? Het waren we het heel niet beter deze week. Ik ben wel benieuwd dat er genoeg winst zit voor de zielskwallen dat Johanna zit. En ik ben binnen in Coopersburg hier. Ik vind het prachtig om hier te wijnen. Ik viel me hier hartstikke gelukkig, Henrik. Het is voor mij een paleisje. Dat dadelijk, maar eerst moet ik Sietse en die zal mij meer vertellen over ja, wat voor dwarp Akkermnes nou precies is. Sietse. Ja, ja nou, we zijn wel een heel actief dwarp en dat zie ik wel aan de evenementen die we organiseren. Het hele jaar is hier eigenlijk altijd een wol wat te doen en het spit zich natuurlijk toch wel meer op het toeristenseizoen natuurlijk. Het ik mooi dwaar te krijgen. Want eigenlijk alles wat we organiseren binnen toch wel hoofdzakelijk boetenevenementen. En we staan hier ik op het terrein op het Tjerkenbleek. Dat leent zich direct heel botaal om te organiseren en dat om maar de merken is. Dan zie je het hier vol met botsauto's, mooie draaimolen. Shanty-dai hebben we altijd één keer per jaar. Altijd nou de reuzendai is of de Frieske dai. Slingeraap. Slingeraap, inderdaad ik, hierachter aan het wetter. Maar het is altijd een wol, we nemen het wel eens tussen kerk en kroeg, dat er de evenementen plek vinden. Okay. En dat is ook heel leuk om te doen, midden in het centrum natuurlijk. Hè? Waarom vind je het leuk om daar actief in te organiseren, Nick? Ja, nou goed, ik ben er maar opgegroeid. Ik ben eigenlijk al, ik ben hier hikken en tuin om samen te zitten. Dus ik ben ik al van jongs om ben ik belutsen geweest. En het moet een beetje in je bloed zitten natuurlijk. Hè. Je moet het gezellig vinden om dingen te organiseren. Met andere mensen samenwerken. En ja, we hebben toevallig een hele actieve groep mensen. En ik wil het leuke van Akkerm vind ik dan ik, dat we verschillende commissies hebben. Maar er is helemaal geen kennis in de onderling mooi te organiseren. We ondersteunen elkaar, we helpen elkaar, we moedigen elkaar hier in het café op vergadering. Dus dat maakt het Akkerm inderdaad wel heel bijzonder. Hè? Dat wie Akkerm, dit is Nes. En dat jij er lieke goed bij of zit er wel wat afstand tussen? Nee, eigenlijk helemaal geen afstand. We hebben een heel wies mooi Nes als tweelingdwarp erbij. In een heel soort dwarp is juist wel dat mensen je wil wijnen, maar dat ze geen binding hebben met het dwarp op zich. Maar dat is bij ons net zo. Hè? In evenementen, in het winkelbestand, juist het heel bot weer waarom. Dat ze heel bot verboen binnen met Akkerm. Dus we zijn heel blij met Nes. Het was vroeger een heel iets buurtschapje, maar misschien een 20, 24 wenningen. Mooi een wettertour natuurlijk. En het mooie is van deze wettertour, het is een hotelkamer. Prachtig dat het dan weer een nieuwe functie krijgt als hotel. Waarom naar Akkerm? Want daar is Johanna. Op de zielskwallen. Zien dat ik nou wie zit? Dit zijn de valken. Dat zijn natuurlijk een beetje de tourboot van de zeilschool. Dus daar gaan we vaak ook mee lekker op tocht. Zoals gisteren zijn we ook naar Eernerwoude geweest. Maar vandaag waait het natuurlijk niet zo hard. Dus dan gaan we gewoon vooral lekker op het meer bezig zijn. Dus nu zijn we aan het oefenen dus met hijsen en strijken. Dus het naar beneden en omhoog doen van de zeilen. Mijn broer en zus gingen hier ook altijd heen. Dus het leek mij ook wel leuk. En er komen natuurlijk allemaal mensen uit verschillende delen uit Nederland. Dus je leert gewoon heel veel nieuwe mensen kennen. En het zeilen zelf is ook gewoon ontzettend leuk. Ja, het is een heel fijn gevoel, de vrijheid. Nou ja, we zijn nu een snelle boot, dus dat is ook wel fijn dat je gewoon een beetje snelheid erin hebt. De cursisten zijn altijd heel erg enthousiast en ja, gewoon de hele sfeer. Genietmomentje. Ja, en het is ook wel, als je een beetje harde wind hebt, is het ook wel echt kicken. Ik ben nog een beetje aan het leren, maar ik kan wel zeilen. Als je cursisten hebt die nog nooit gevaren hebben, is het natuurlijk super gaaf om te zien aan het eind van de week dat zij gewoon zelf die boot kunnen varen. Dus ja, dat is echt heel erg leuk. Ik vind dit, als je hier staat, dan krijg ik helemaal dat simmer en dat vakantiegevoel. Hè?
Ik heb hetzelfde. Ik wijn hier en als je nou echt even mijn oren eken naar die eigen wenplaat. Ja? Ja, echt wel. He, dan, je krijgt natuurlijk ik zou een vakantiegevoel. Mensen zitten hier te ontbijten, boordjes van je del. Het is wel heel bijzonder natuurlijk om hier dan te stingen als inwender. En dan is te zien om maar de eken van eigenlijk een toerist. Om ja. te zien hoe mooi dat hier eigenlijk is. En wat het dorp hier om? Dit wie het is, wie het een camping he? Klopt, het wie eigenlijk een camping met al je staakerwens. Het is natuurlijk heel jammer voor de mensen die, die je wij moesten. Maar ja, eerlijk zijn voor het dorp, er is altijd reuring, 42 weken per jaar. Hier is het natuurlijk wel meer op het seizoen taspitst. Maar als het hier is, just, het is 52 weken per jaar worden deze huisjes bezet. Deels door eigen bewenners en een deel wordt verhuurd. Dus ja, het dorp heeft er natuurlijk een hele grote voordeel bij. En dan ben je meisje die weer op die activiteit nakomen. Ach jongen, het komt heel mooi te samen, Malière. Het is wat krekkelt zal je. Het is het winkelbestand qua evenementen. Meisjes die hier binnen, die willen net alleen nog op het park wezen, maar die willen ik nooit dwarf daar gingen. Dus het is een hele mooie samenkomst van al je dingen in Akrum. Fijn dat je me dat even zien met de worst. Ja, graag dingen. Ik ben helemaal relaxed. Ik moet volgens mij nog wat omkondigen. Ja, ik ben Bintjen bij Coopersburg. En dat Coopersburg hier in Akrumnes is vanzelfs beeldbepalend. Maar er zit een heel mooi verhaal achter, want het is eer oprichte troch Frank Cooper. En ik zeg Frank, want de Akrumer hier naar Amerika, die het daar heel goed verdienen een vermogen. Maar vond het ook heel belangrijk dat er plak wie voor eerme oudere meisjes om te wenen. Nou, zak aan Coopersburg. En het leuke is, het is nog altijd wenrondte voor de iets wat oudere meisjes. En ik moet binnen. Ik moet me beginnen in de regentenkamer. De regentenkamer, dat klinkt maar chic. Ja, dat is ook chic. Oh, ik de regenten al, ja. Die bepaalden de dingen. En wat bepaalden de regenten? De regenten bepaalden de meesten wat in dit huisje wijn mochten. En het moest dan een echtpaar wijzen. Maar het kon ook een man en een vrouw wijzen die het net bij elkaar hadden. Oh jee. Er moesten twee personen in een wensje wijen. En ik kreeg 6 groenen per week kreeg ze van huishoudgeld. Ze moesten ook wel in het tuin werken. Maar hadden we een tuinman die wende je naast. En dat ben Hyde en Mem van Cooper. En Cooper als borstbeeld de tussenin. Want jou en Jeroen Lienings, maar ja. Je wende hier ik toch? Ik wende hier ik. Maar net in deze kamer? Net in deze kamer. Die zie ik hem dadelijk zien letten. Eigen tuintje erbij. Eigen tuintje erbij. De boom op uitzicht. Nou, moordjes varen. Maar wat wil je er meer? Miranda, geen erin. Wat galant, dank u wel. Oh, ik roek vier ook. En ik, wat ziet dat in je prachtig uit. Ach ja, ik ben ik ring gewoon terug, ja, Anna. Ja, goed. Geen maar terug. Ik kan niks te verbergen. Wauw. Hoe is het om hier te wenen? Het is prachtig. Ik vind het prachtig om hier te wijnen. Ik viel me hier hartstikke gelukkig, Henrik. Waarom? Nou, ik had door de verhaalreis, ik had door mijn werk altijd de meest wat Cooper ik die zocht achter de persoon, de studenten, de kunstenaars. En ik had doen en spelen door de verhaal. En later doe ik vrij wie en heb me werken door de verhaalreis in culturen gong. En ik had gedacht, ik kan wel wat soberder lipje. Wat mooi. Ja. Want hij laat hier, hè? Hij laat hier. Maar zijn vrouw. Ja. Zal ik tijd gaan, Jan? Ja, mooi dat. Maar stom hier, mooi. Hier laat er. Maar zijn vrouw. Want hij woe, sowieso waarom naar Akrum? Hij woe waarom naar Akrum. Wat spreek je zo om in Cooper? Als persoon, ja, als mens? Zijn mens wezen. En voor andere mensen te wezen. Dat spreekt me om. En dat draag ik ook griezelig graag uit. Mooi. Ja. De vrouw heeft er verlet van, succes. Succes, ja. Dank u wel dat we even zien mochten. Graag gedaan. Alle mensen zijn mijn broeren. En zusters, hoe ik er dan maar uit je in 2021. Morgen bibben we weer, dan vanuit Ries. Dit wie je vanuit Akrum. En Nes, wie dit Simmer in Friesland. Wat bibben mooi voor het net.